Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door XL Lies en Koffie van Fred. Pasen staat voor de deur en behalve uitslapen en eieren eten is er nog veel meer te doen. Wat dacht u van kunst en muziek in een spiegeltent? Fred Kagi weet er alles van en hij komt het ons allemaal uitleggen. En dan nog meer muziek in augustus weliswaar. Dan gaan we van House tot Strauss. Wat dat is, ook dat hoort u zo in deze uitzending. En tot slot nog voor de daadkrachtige kijker is er ook genoeg te doen. Wat dacht u van de zilveren kracht? Wat dat is... Ook dat hoort u zo meteen. Kortom, genoeg ingrediënten voor de uitzending van vandaag. Wij gaan ter tafel. Welkom allemaal aan tafel. Weer verschillende onderwerpen. We beginnen eens even met Alois. Zilveren kracht, wat is dat? Zilveren kracht is een pilotproject van overheden met maatschappelijke organisaties. Waarin we proberen op dit moment 55-plussers die talent hebben en tijd hebben om die in de vrijwilligersmarkt in te zetten. En wat voor talent moet je hebben? Je mag overal talent voor hebben. Eigenlijk gezegd heeft iedereen wel talent ergens voor. Ja, maar zijn jullie nog op zoek naar speciaal talent of is het breien, haken, knutselen? Nee. Dat talent dat bedienen we elke week al. Maar dat talent zoeken we eigenlijk niet. We zoeken talent voor de voetbalclub, voor het Rode Kruis ook wel, Zonnebloem, sportverenigingen. En, eigenlijk ja. Om een ander ook een beetje te vermaken, een beetje te diensten. Ja, nee, maar ons is gebreken in het pilot dat we met Amsterdam, met Eindhoven en Den Bosch hebben, dat er talent zit onder mensen die we niet aanspreken. En wij pogen dat talent nu aan te spreken. Dus zeggen, kom maar bij ons. En dat is ook al een paar keer gelukt. Oké, dat is heel mooi. Dat is talent wat jullie aanspreken. Maar naast je zit Erika Lenting van de gemeente Oude IJsselstreek. Jullie boren eigenlijk ook een beetje dat talent aan. Ja, en dat is nu net de kracht van zilveren kracht. Want doe dat vooral samen. En je vist met z'n allen in dezelfde vijver in feite. En je noemde het net ook al zo van welk talent heb je nodig. Het gaat erom dat mensen aangesproken worden op wat vind ik leuk om te doen, waar ben ik goed in. En dat je dat probeert te matchen met al die organisaties die zitten te springen om mensen die samen met hun de activiteit uit kunnen voeren. En welke rol heeft de gemeente daarin dan? De gemeente heeft in eerste instantie de rol van projectleider, in mijn persoon. Maar steeds meer juist achter de schermen. Het gaat om het verbinden en het samenbrengen van de diverse partijen. Dus dat is in feite de rol van de gemeente. En ja, iedereen weet van alle ontwikkelingen. Je moet mensen steeds meer in hun eigen kracht zetten. Ja. En de gemeente kan nog zoveel gaan regelen, maar uiteindelijk... De waarde zit hem in dat mensen het zelf ook zo ervaren. En dat kun je stimuleren. Dus het is in feite een rol van achter de schermen. Achter de schermen, maar wel heel erg belangrijk. Ja. Tegenover je zit Dirk Willink. Gebruiken jullie veel van vrijwilligers? Ook de wat oudere vrijwilliger? Alle leeftijden. Ja. Wij hebben vrijwilligers van 8 tot 88. Echt waar. Ja. En die hebben ook allemaal een vorm van talent. En dat kan inderdaad talent zijn wat we graag op de planken willen gebruiken. Maar het kan ook zijn dat we het achter de planken... Ja, jullie zoeken dan heel veel talent, hè? Wij zoeken heel veel talent. Wij zoeken 200 muzici? Muzici, zangers, acteurs, figuranten, dansers. En heel veel mensen die ook in de organisatie willen helpen. En dat kan van alles zijn. Wat om dan de kijkers maar even uit de spanning te houden. Je bent van het Steengroeven Theater in Winterswijk. Ja, dat klopt. Want daar hebben we het dan daar hebben we het over. En daar hebben we dus echt honderden mensen voor nodig. Om daar een grootse productie neer te zetten. En dat gaat deze zomer Symfonia Steengroeven in concert worden. Ja. En daar gaan we zo alles van horen. Gaan we zo alles van toch? Horen. Ja. Want we hebben nog iets anders bijzonders. Welkom Fred. Ik gaf het in mijn aankondiging eigenlijk al aan. Kunst en muziek in een spiegeltent. Ja, dat klopt. Ja. Sinds deze week staat er een heuse spiegeltent. Een oud Belgisch danspaleis in Lochem, of tussen Lochem en Barchem. Daar staan we een aantal maanden.
Er zijn nog 4 originele spiegeltenten in Nederland. En 1 staat dus nu hier in de Achterhoek. En we gaan met de Pasen open. En tijdens de Paasdagen zullen we dat doen door een aantal kunstenaars de gelegenheid te geven om daar een expositie in te richten. Ja. En live muziek te draaien. En vooral heel veel mensen te vragen om bij ons binnen te komen kijken. Kost allemaal niks. Maar om ook onze tent met zoveel mogelijk mensen te delen. Ja. Nou ben ik vroeger als kind wel eens in Bargum geweest. Had je iets met van die witte wieven? Ben je daar niet bang voor dit weekend? Nee. Te koud en blijven ze weg? Dus daar ben ik überhaupt niet bang voor. Die heb ik ook wel eens gezien. Oké, heel goed. Dus dat gaat helemaal goed. Dat gaat helemaal goed komen. Alois, is het eigenlijk een beetje een soort project ouderen voor ouderen? Of moet ik dat, zie ik het dan helemaal verkeerd? Zo zijn we eigenlijk wel gestart, ja. Dat klopt. We misten iets en we zagen wat. En ze hebben dus gedacht van, nou, er zit nog talent bij mensen die door wat voor omstandigheid dan ook even geen werk hebben. Of al met de fut zijn of met pensioen. En die moeten we proberen aan te spreken. En zo zijn we met een groep personen in dat project, wat Erika ook al noemde, samengekomen. We hebben gesprekken gestart, hebben een jaar gesproken over hoe pakken we dat nou aan. En dit is dus de eerste uitvloeisel ervan. Met die pittige koffiemeetings die we verleden jaar hebben georganiseerd en daar dus toch al de nodige vrijwilligers hebben aan kunnen werken. Eigenlijk gaan jullie met zilveren kracht een beetje die geraniums weghalen. Dat mensen er ook niet meer achter kunnen zitten. Dat bijvoorbeeld, een beetje, wie dat wil. En het blijkt dus dat het in de praktijk werkt. En dat is de voldoening die we ervan hebben. Wat vinden mensen het leukst om te doen? Ja, dat is heel gevarieerd. Van alles, zoals ik al zei, assisteren op een kinderboerderij, in een parkje. Een kerk schoonmaken, en iets voor het Rode Kruis doen. In ieder geval belangrijk actief zijn in maatschappelijke organisaties waar we vrij veel van hebben in de gemeente Oud-IJsselstreek. Ja. Erika, jullie werken als gemeente een beetje in de achtergrond mee. Hè? Wat kan de gemeente nog actief bijdragen? Of wat draagt ze actief bij? In feite draagt ze actief bij door de invulling te geven aan de projectgroep. Samen met de projectgroepleden natuurlijk. Projectgroep Zilveren Kracht die bestaat uit een heel gemêleerd gezelschap. Ook de leeftijd varieert daarin behoorlijk. Ja, van de jongste 25 zien? Tot de oudste dame begin 80. Elk projectgroeplid heeft daarin ook zijn eigen talent, zijn eigen kracht daarin. En dat versterkt elkaar op een hele mooie manier. En we hebben dus in de beginperiode eerst op een rijtje gezet van hey, wat voor activiteiten zouden we kunnen bedenken om mensen te trekken. En met name ook om de diverse vrijwilligersorganisaties daarin mee te krijgen. En we hebben, zoals Alwies net al zei, van het afgelopen jaar 2 pittige koffiemeetings georganiseerd. Ja. Eigenlijk een vrijwilligersmarkt nieuwe stijl. Ja. Ter voorbereiding daarop hebben we de deelnemende organisaties, vrijwilligersorganisaties uitgenodigd om een voorbereidende bijeenkomst samen te doen, eigenlijk ook verplicht gesteld, om met name samen te kijken van hoe kun je nu je organisatie presenteren, maar met name de draai te maken van te kijken wie staat er voor jou en wat is dat voor iemand en waar is diegene goed in en op welke manier kun je dat matchen met jouw organisatie. Dus veel meer richten op de persoon dan zozeer op die vacature van die penningmeester die al heel lang vakant is. Maar dan echt naar de persoon kijken. Hoeveel vrijwilligers zijn er inmiddels aangesloten bij het project? Nou, als je kijkt van de afgelopen 2 pittige koffiemeetings, daar waren 80 potentiële vrijwilligers die bijeenkomsten bezochten. Ja. Er zijn 60 bemiddelingen uit voortgekomen. Okay. Dus 60... En zijn die ook allemaal vervuld of is het alleen maar bemiddeld? Nee, we hebben 80 aanmeldingen en hebben er nu 60 vervuld. Oké, dus driekwart gaat zo'n beetje echt weer met een komt weer op een plekje terecht waar die tot nut is. Ja. We zeiden al van een hoog slagingspercentage in feite. Ja. En daarnaast de meerwaarde ook van de organisaties, die komen ook met elkaar meer in contact. Ja. En die kijken ook veel meer samen van wat kunnen we voor elkaar betekenen. Want wat jij aan de ene kant nodig hebt, heeft misschien een andere organisatie wel weer. Ja. Dus op die manier krijg je van die samenwerking. We zijn natuurlijk net begonnen. Dus er is altijd ruimte. Het is niet. Dit is op zich al een vrijwilligersproject. Deze tent hebben we aangeschaft, maar het is niet, we hoeven er niet van te leven. Nee. Dus het zou prachtig zijn als een aantal mensen zouden willen komen helpen. Maar buiten dat wat je zelf doet, sta je bij de voetbalclub 's ochtends koffie te schenken? Of heb je zelf projecten die je doet? Nee. Ja, jij doet wat? En wat doe je? Ik organiseer rondleidingen en ik geef rondleidingen. Ja. Dat is een vrijwillig. Maar dat is in de grot, zeg maar. Nee. Heel ergens anders. Bij een heel ander verhaal. Niet bij de steengroeven.
En het project van de Steengroef is een heel groot organisatorisch verhaal. Maar dit is een heel ander verhaal. Wat ik nu bedoel is een ander vrijwilliger. Wat maakt het nou zo leuk om vrijwilliger te zijn? Het enthousiasme wat je ontmoet, vind ik. En de positieve input van de mensen zelf. Die allemaal eigenlijk altijd verrast zijn over wat je allemaal... Voldoening hoor ik hier, Alois. Ja. Ze proeven nu zelf wat voor talent ze eigenlijk in huis hebben, omdat wij dat stimuleren. En zeg je, meld je maar aan en dan zet je ze in de markt weg. En dan blijkt dat dat aanslaat en dat die mensen met veel plezier zich inzetten en actief daarvoor zijn. Dus dat is wel heel mensen zijn daar echt verbaasd over? Is het iets wat ze bij wijze van spreken in hun werk nooit hebben gezien, maar nu wel in één keer naar buiten komt? En hoe kan het dat jullie dat dan kunnen aanspreken? Wat doen jullie daarvoor? Ja, dat is dus het pilot met... Vertel maar. We hebben in de afgelopen bijeenkomsten talentenkaarten gebruikt. Ja. Dus bij binnenkomst kregen mensen een kaartje met daaraan een aantal verschillende talenten die je aan zou kunnen kruisen van wat is mijn talent? Waar ben ik goed in? Ik ben goed in mijn handen uit de mouwen te steken of ik ben goed in het organiseren. Of stimuleren of organisatorische zaken. En dan zie je dat mensen gaan ze lopen rond langs die tafels van die organisaties, maar ze gaan ook al pratende samen nadenken over waar ben ik eigenlijk goed in of wat vind ik leuk om te doen. Die organisaties die deelnemen, die gaan ook op die manier die mensen te woord staan. En dat haal je er toch uit. En dan zie je dus al pratende dat mensen ook vertrekken met goh, daar heb ik eigenlijk nooit zelf zo naar gekeken. En dat maakt het ook zeker met de afgelopen bijeenkomst. Een aantal mensen die kwamen binnen met de jas dicht. Ik kom even kijken. Ik ben weer weg. En die kwamen na de tijd langs. Zeiden van, je zult het niet geloven. Functies. Nou, precies. Het is wel een interessante aanvulling. Omdat uit dat gesprek dat we met die potentiële kandidaten dan hebben. Ja. Is ook het idee geboren om iets te doen van idee naar activiteit. Er zijn er van die vrijwilligers die tijd hebben. Ja. En die zelf talent hebben en een idee hebben, maar weten niet hoe ze daar invulling aan moeten geven. En dan helpen we ze erbij. Dus idee ontmoet talent, zeg maar een beetje. Ja. Dat is het idee. Gebeurt dit alleen in de gemeente Oude IJsselstreek zijn er meerdere plaatsen? Wij zijn een pilot, landelijk, met 5 andere gemeentes. In Amsterdam, Den Bosch en Eindhoven draaien daar ook onder andere in mee. Ja. Maar er zijn heel veel nieuwe ontwikkelingen al in. Als we in onze projectgroep kijken, dan zegt men al van luister, we moeten het niet alleen beperken tot die 55-plussers, maar we moeten dieper gaan en die middenklasse ook pakken en die jongeren zelf. En daar ben ik helemaal voor, want verleden jaar ben ik een keer hier geweest om te praten met vrijwilligers over maatschappelijke stage. Ja. En nou ben ik natuurlijk een ras Hollander in dat opzicht. Wie betaalt dit? Dat betaal je met z'n allen samen. Ja. Want natuurlijk, het kost wat. Als je een bijeenkomst wil organiseren, dan kost een accommodatie wat. Als je PM-materiaal wil hebben, dan kost dat ook wat. Maar wat veel belangrijker is, is dat wat het oplevert. En dat is vele malen meer dan die euro's die je erin moet steken aan het begin. Dus uiteindelijk... Het kost je wat, maar uiteindelijk levert je het gewoon veel meer. We beginnen niet over kosten. Ja. Dat is ons uitgangspunt. Ja. En dat het een keer wat kost, dan kunnen we naar Erika in overleg met de gemeente. En dan... Dan komt er vanzelf wel een... Wanneer is een volgende bijeenkomst? Als mensen die nu kijken denken van VHIP, dat vind ik eigenlijk reuze interessant. Wanneer kunnen we weer bij jullie langs? De eerstvolgende bijeenkomst is 16 april in ons pakhuis in Zilvalde, accommodatie. Okay. En dat begint 's middags om 1:30. De inloop van 2:00 begint het programma tot 4:00. Okay. Dus iedereen is welkom. Dus ook 55-minners. Dan kun je solliciteren als vrijwilliger. In feite kun je gewoon voor jezelf kijken, wat vind ik leuk om te doen? Welke organisaties zijn er? Leuk. En dat je daarin samen kunt kijken. Nou, ik vind het een heel leuk initiatief. En vooral dat idee, talent ontmoet idee en andersom. Ja. Dat vind ik heel erg leuk. Ik wens jullie er heel veel succes mee. Dankjewel. Zoals iedere week hebben wij natuurlijk ook een reportage hierbij ter tafel. Eens even kijken waar onze cameraman deze keer is beland. Kunt u even kort vertellen wat zojuist heeft plaatsgevonden? Het is de feestelijke opening. In de vorm van het aanbieden van een boekje
vanwege het 100-jarig bestaan van de Achtkastelentocht in Vorden, waar de VVV toen al bij betrokken was en nu nog steeds. Er is een oude uitgave, zal ik even laten zien, waaruit blijkt dat het al sinds jaar en dag hier plaatsvindt, die Achtkastelenroute. En we gaan dat 100-jarig bestaan gaan we prachtig vieren. En we hopen dat heel veel mensen, zowel uit de Achterhoek als uit heel Nederland, aan die tocht zullen gaan deelnemen deze zomer. Ik kan het dan weer op de kaart zetten. Het is voor Vorden een belangrijke ontwikkeling geweest in het verleden voor toerisme en recreatie. En voor ons nog steeds op dit moment. Dus het is echt uniek iets wat we in Bronckhorst mogen hebben. Vorden is wat dat betreft een van de mooiste fietsgebieden in Nederland. En het unieke is dat tijdens die tocht ook 8 kastelen bezocht kunnen worden. Maar het aardige is bijvoorbeeld wel dat een van de initiatieven is dat op sommige middagen de kasteelvrouwen de bezoekers een kopje thee zal aanbieden. Dus je kunt op bezoek bij de kasteelvrouwen, zoals dat vroeger ook wel gebeurde. Nou, dat is vrij uniek, want dat gebeurt normaal niet, maar dit jaar wel. Toegevoegde waarde is heel simpel. Het is landelijk bekende fietstocht. Hè. Dus kortom, het is ook her en der goed bekend. Je ziet heel veel kastelen, prachtige natuurgebieden hier. Dus ja, ik denk dat heel veel bedrijvigheid ook daar ook voordelen van gaan ondervinden. Ja. Heeft u mezelf al wel eens gefietst? Jazeker, sowieso 1 keer. En dat is echt aan te bevelen voor iedereen. Zeggen van nou, een mooie omgeving, ook mooie horecagelegenheden. En het is echt een aanrader voor iedereen, ook voor gezinnen. En dan een heel ander onderwerp. We gaan naar muziek in de steengroeven. Ja. Hoe ga je 200 muzikanten in de steengroeven kwijt? Heel erg makkelijk, want er is ruimte voor wel 2000, denk ik. Of nog meer. Dus dat is helemaal geen probleem. Maar je moet natuurlijk zorgen dat ze op een goede plek staan. Dat ze voor iedereen zichtbaar zijn. En dat de techniek ook nog werkt en goed in het licht. En dat is eigenlijk de opdracht. Ja. Maar niet alleen muzikanten. Ook nog allemaal koorleden. En daaromheen dansers en acteurs en nog veel meer. En heel veel publiek. En heel veel publiek, hopelijk. Wat is het voor project? Kun je het uitleggen? Ja, het zijn altijd prachtige projecten. Omdat het is nu de 3e keer dat we het gaan doen. Ja. Heel groot. Dit jaar heet het Symfonia Steengroeven in Concert. Ja. Van het Steengroeven Theater in Winterswijk. En het zijn echt hele grootse projecten op een on-Hollandse locatie. Want iedereen is heel verrast om achter in de Achterhoek, in het verste puntje van de Achterhoek, opeens groeves tegen te komen. Waar je 40 meter onder het niveau zit. Eigenlijk aan Limburg, hè? Denk je dan? Iedereen denkt aan Limburg. Ja. En daar komen dus 240 miljoen jaar oude lagen aan de oppervlakte. Echt historisch en geologisch heel erg interessant gebied. Ja. Maar wij gaan er iets heel anders mee doen op dat moment. Hè? Theater, maar echt totaal theater en eigenlijk de optimale vorm van locatietheater. Waar kunnen we naar gaan luisteren? Zit er een verhaallijn in? Of is het... Er zit altijd een verhaallijn in. Dat gaan we op dit moment nog niet helemaal neerzetten. Maar in 2010 hebben we Jesus Christ Superstar gedaan. Dat is een klassieker. Daar heeft iedereen een verwachtingsbeeld. Ja. Ja. In 2011 hebben we Oorsprong gedaan. En dat was eigenlijk de ontwikkeling van de mensheid. Nu krijg je Symfonia Steengroeven in Concert. Daar zit wel weer een verhaal in, maar daar laat je maar verrassen. De toekomst, zeg maar. Ik bedoel, als ik dan kijk, Jesus Christ Superstar is heel ver. En dan het andere is wat dichterbij, dus dan zal dit wel over de toekomst gaan. Nou, de ondertitel is Van Haus tot Strauss. Ja, dus dat is dan weer heel... Dus dat geeft meer de... Hele prachtige omgeving. Ja. En een prachtige omgeving. Zo schitterend mooi, ja. 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 Hoe komen jullie erop? Hoe is het ontstaan? Het is in de 80er jaren van de vorige eeuw ontstaan. Toen is daar een keer een grote musical neergezet door een groep enthousiastelingen die daar in 2002 een herhaling van probeerden te geven. Toen is dat mislukt omdat er het grenst aan Natura 2000 gebied. Ja. Heel erg veel problemen met de flora- en faunawet als je niet oppast. Toen zijn we in 2006 met een groep mensen daar opnieuw mee aan de gang gegaan van hoe zouden we dit nou kunnen oplossen en hoe zou het nou wel kunnen. Omdat we eigenlijk wel in de gaten hebben dat het de meest onderscheidende locatie is in de Achterhoek. En dat je daar echt met elkaar een productie neer kunt zetten, eigen van de hele streek, zeg maar. Waar we ons heel onverwacht sterk mee kunnen tonen, zeg maar.
Ja. Er komen heel veel artiesten, dat zei je eigenlijk al, zangers, band, muziek, alles erop en eraan. Ja. Waar komen die mensen vandaan? Overal. Er zitten professionals bij, die gewoon ingevlogen kennen worden. Kennen we die? Sommige professionals kun je kennen. Zoals? Nou ja, vorig jaar hadden we Bram van der Vlucht, ja. De acteur, als verteller van een van de vier podia die we toen hadden. Ja, heel goed, ja. 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 Nou ja. En dit jaar? Ik vertel nog helemaal niks. Ik maak het alleen nog maar spannend. Want, daar heb ik toch niks aan. Ja, maar ik zou zeker gaan komen als ik jou was. Ja. Het wordt absoluut moeite waard. Het is in augustus. 8, 9 en 10 augustus. Ja. Ja. Maar 7 april is er ook al een belangrijke dag. Want degenen die zich hebben aangemeld, die moeten zich dan al melden. Ja, eigenlijk zijn we dus nu nog steeds op zoek naar zoveel mogelijk muzikanten, koorleden, dansers, acteurs, figuranten en vrijwilligers die willen helpen bij de organisatie. Waar ook ergens in het proces, want het kan ver van tevoren, het kan tijdens het evenement, het kan nog naar de hand. Dus als je denkt van, nou, dit vind ik een mooi project en daar ga ik aan meedoen, meld je dan aan via de website. De voice van de steengroeven, zeg maar. Ja, de voice van de steengroeven. En je hebt talent, hè? En je hebt talent, dus daar kun je altijd talenten. Dat zie je. En ik zou komend paasweekend ook even gewoon in de buurt van Barchem in een tent kijken. In een spiegeltent kijken. Want daar schijnt ook iets te doen. Dat zou ik zeker doen. Ja, dus je hebt nog opties genoeg open. Zijn er nog specifieke kanten waar je naar op zoek bent nu? Nou, de hele breedte. Op dit moment is het nog niet zo dat we heel gericht al op één of twee deelgebieden extra. We zijn nog gewoon in de breedte bezig, want de campagne om alle mensen te werven is pas net begonnen. Ja. En degene die zich allemaal op 7 april al hebben aangemeld, hopen we 7 april 's avonds in de Schouwburg in Winterswijk, in de Storm, om 7:30 te ontmoeten. En dan gaan we ze helemaal bijpraten over de binnenkant van het hele verhaal. Ja. Ja. Oké, nou, wel een spannend project. Vind je het aantrekkelijk? Ja, prachtig. Ja? Kunnen jullie goed zingen? Nee. Of muziek maken? Laat ik daar maar niet aan beginnen. Heb je nog een paar leuke artiesten over die kant op zouden kunnen? Je weet maar nooit. Wat voor soort artiesten komen er bij jullie? Dit weekend hebben we wat live muziek. Een jazzmuzikanten die daar muziek gaan maken. Kennen we die dan wel en mogen we ook weten wie het is? Oh ja hoor, het is Rien Wilfraat met zijn vrienden. Oh, die ken ik. Ja, dat dacht ik al. Dus dan meld ik het even. Ja. Die maken zaterdagmiddag daar live muziek. En dit weekend gaat onze spiegeltent open. Ja. En we doen dat door een drietal kunstenaars daar de gelegenheid te geven om hun werk te exposeren. Ja. Want tussen Lochem en Barchem staat vanaf nu tot en met juni. En dan weer in de maanden september en oktober staat een echt Belgisch danspaleis. Een heel originele spiegeltent. Wat is daar zo bijzonder aan? Vroeger was het zo dat bij Belgische kermis trokken dit soort spiegeltenten van dorp naar dorp. En dan kon je daarin en dan kon je een dubbeltjesdans doen. Dat was echt de plek voor dat disco's er waren. Een dubbeltjesdans? Ja, er waren twee kanten. Ja, ik hoor hier geluid van herkenning. Ja. Leg eens uit, Alois. Wat is een dubbeltjesdans? Een dubbeltjesdans ik is wel de in mijn jeugd, toen ik een jaar of 20 was, dan moest je dus betalen. Een dubbeltje in een... kwam er iemand langs tijdens de kermis met een schaal. En dan moest je een dubbeltje opdoen. Of voor 5 euro kon je, of voor 5 gulden kon je een roosje kopen. En dan hoef je die elke keer dat dubbeltje niet te betalen. Maar als je de juiste partner niet kon vinden, dan moest je die 5 euro of gulden dus even in je zak houden en dan betaalde je dat dubbeltje maar. Ja, betaalde je dubbeltje. Had je 50 keer een kans om... Vroeger was het zo dat dit soort echte danspaleizen, zeg maar, bij Belgische kermissen van dorp naar dorp trokken. En dat is een prachtige tent. Wij noemen het in Nederland spiegeltent, maar in België zeggen ze danspaleis. Dat is, je moet je voorstellen, dat is een tent met 8 meter hoog, 20 meter doorsnee en met allemaal nisjes. Ja. En in die nisjes zitten dan die spiegels, daar komt de naam ook vandaan. Wij waren 4 enthousiaste idioten die dachten, dit moeten wij willen behouden. Ja. Tent is uit 1932, heel origineel nog. Okay. Er zijn nog 4 in Nederland die ook rond trekken. En eentje staat dus nu in de Achterhoek. En daar gaan we de komende periode allerlei soorten activiteiten in organiseren. Maar als ik kijk naar de muziek, hè, je noemt Rien Wilfraat, dat is een beetje jazz. Ja. Ja, want Rien is een enorme jazzfanaat met zijn clubje. Zeker. Kunnen we dan al die week alleen maar jazz een beetje verwachten? Of is het dan, nee, zeker niet. We hebben al in Lochem heb je ook Dag Lochem, een culturele club. En we hebben ook klassieke muziek gehad. We zullen talenten uit de regio daar ook laten spelen op zondagmiddagen.
Er is nagedacht om allerlei poëzieachtige bijeenkomsten te doen. Dus we zijn en proberen echt. Dus een soort. Kijk, die spiegeltent, dat is een particulier initiatief. Ja. We hoeven daar ons geld niet mee te verdienen. Maar tegelijkertijd moet dat ding wel de lucht in. Ja. De lucht gehouden worden. Dat betekent dat enerzijds is die gewoon beschikbaar voor bedrijven en voor anderszins. En daar proberen we wat centjes mee te verdienen. Om daarmee ook in de gelegenheid te zijn om allerlei culturele activiteiten weer terug te geven, zeg maar. En de kunst, wat voor kant moet ik me dan opdenken? Is dat echt lokaal talent? Of zijn het exposities van Dalí of Mondriaan? Of... Dat zou prachtig zijn. Nee, het zijn mensen uit de regio, mensen uit Deventer en uit Twente. Die daar, het zijn drie kunstenaars die daar schilderijen en beelden zullen neerzetten. Ja. En is het een beetje abstract? Of is het, wat voor sfeer moet ik me daarbij voorstellen? Een van de kunstenaars die heeft vooral abstracte kunst. Ja. Er is één kunstenaar die laat zich inspireren zeg maar, door strip. Okay. Leuk. Ja, ze is buitengewoon leuk. En er is iemand die met keramiek bezig is. Dus we proberen zo gevarieerd mogelijk dat daar neer te zetten. Ja. Kijk, we proberen dat als trigger te hebben, dat mensen naar onze tent komen kijken. Ja. Het is ook gratis entree. Ik bedoel, het is, als mensen daar een drankje willen, dan zullen we dan wel een kleinigheid natuurlijk voor vragen. Maar dus kom gewoon kijken. Loop rond, geniet van de kunst en geniet vooral van die tent. En als je dan zegt van kom kijken, op wie mik je dan een beetje? Ja, in eerste instantie, dit is natuurlijk in Lochem. Dus in eerste instantie hebben mensen Lochem, Bargen, maar wat mij betreft zijn al je kijkers welkom. Ja. Dus maar is het iets voor gezinnen? Kan ik met kleine kinderen er naartoe? Of is het alleen maar is voor de kunstliefhebber? Maar kijk, iedereen nee, zeker niet. Want die tent. Die is ook voor kinderen. Mijn kleinzoon noemde het een boomba-tent. Ja, daar kent iedereen het van, denk ik. Dus het is voor iedereen leuk. Ja. Het is gewoon leuk om te zien. Het is leuk om er te zijn. Ja. En ja, als er dan natuurlijk iets gebeurt, dan is het dubbel leuk. Ja. Het is nu muziek en wat kunst kijken en wat drinken en wat kijken. Dat is prachtig. Kortom, het wordt leuke weekenden de komende tijd in Lochem, Bargen. Wij hopen dat erg. Ja, hij staat bij Hotel Bonaparte tussen Lochem en Bargem in de hoteltuin. En iedereen is van harte welkom. Nou, hartstikke leuk. De uitzending zit er alweer bijna op. We doen nog even een laatste rondje. Alois, wat kunnen we verder nog verwachten van jullie? Dat wij in de projectgroep verder gaan met het ontwikkelen van talent, ook bij de middengroep en ook zeker bij de jeugd, want die is aanwezig en heb ik verleden jaar hier al over mogen vertellen. En dat moeten we zeker ook oppakken. Nou, denk ik wel bij Zilveren Kracht een beetje aan de... Ja, maar zilver is ook 25 jaar en een zilveren huwelijk, dan ben je 50. Dan ben je 50, dus de hele club is welkom. Maar dit gaan we verder ontwikkelen, dat hadden we wel besproken. Jeugdige takten van maken en desnoods een andere naam of in het verlengde daarvan. Ja. In ieder geval, het belangrijkste is dat het de essentie, je talent, dat voorop staat en die match maakt. En het maakt niet uit wat voor talent, want iedereen heeft talent. Nee. Eigenlijk wel, dat is onze ervaring met zo kort we bezig zijn, dan ervaren we dat. Ja. Iedereen bezit talent. Ja. Okay. En als je kijkt van hoeveel mensen dat er toch rondlopen met een idee, met een droom, en die hebben net even dat duwtje in de rug nodig, die willen we ook vooral uitnodigen om te komen en te kijken van waar je samen wat van kunt dromen maken. Durven doen, hè? Dus dat is eigenlijk een beetje waar jullie naar op zoek zijn. Ja. Ik wens jullie er heel veel succes mee. Dankjewel. En wellicht tot volgend jaar. Kijken hoe het dan weer erbij staat. We melden ons alweer. Prima, dankjewel. Dirk, wordt het een groter festijn dan de voorgaande jaren? Of? Nee, dit jaar wordt het zo dat we 2000 bezoekers per avond mogen ontvangen. Want het bedrijf wat gastheer is, Sibelco, bepaalt de impact op zijn bedrijfsvoering. En zij hebben dit jaar aangegeven dat we 2000 bezoekers per avond mogen ontvangen. En, hoeveel avonden zijn er? 3 avonden. Kunnen we elkaar te bestellen of reserveren? Dat kan al via De Storm en via onze eigen website van het Steengroeven Theater. En daar kunnen ook mensen zich aanmelden als ze mee willen doen. Of in het stuk of achter de schermen. En dan nog eventjes naar de tent. Naar de spiegeltent. Van Fred. Je moet die tent in de Steengroeven zetten. Ja, dat zou. Ja, hij kan overal staan natuurlijk. Dat is weer het mooie van een tent. Hè? Die heeft geen, anders dan de Steengroeven, geen vaste locatie nodig. Dus wij zijn open voor alle ideeën. De entree was gratis. Vanaf hoe laat kan men terecht? Tot hoe laat? Vanaf 12 uur tot 5 uur 's middags. Tijdens het hele paasweekend. Zaterdag, zondag, maandag. Ja.
En daarna? Want het staat daarna ook nog. Daarna zullen we allerlei soorten activiteiten hebben. Ik zou zeggen, kijk op onze website en dan zie je dat vanzelf terug. Okay. Nou, de uitzending zit erop. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie komst. Ik heb een aantal zeer interessante projecten gehoord. En heel veel succes daarmee. Het zit er weer op voor vandaag. Kijk voor meer informatie over de besproken onderwerpen even op onze website www.focus.tv. Bedankt voor het kijken en vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Graag tot dan. Dag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door XL's en Koffie van Fred.